NAX heeft gisteren op enkele scholen voorleesactiviteiten in het Sarangtong gehouden in het kader van de Dag der Moedertalen. Radiopresentator Cedric van Samson heeft de leerlingen van de Graaf van Sinsendorf School educatief bezig gehouden. De UNESCO herdenkt jaarlijks op 21 februari de Internationale Dag van de Moedertaal. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Een moedertaal is een taal die tijdens de jeugd zonder formeel taalonderwijs wordt aangeleerd. In Suriname hebben we een aantal moedertalen, waaronder de talen van de hoofdbevolkingsgroepen, namelijk Javaans, Hindoestaans, Chinees, Stranantong en inheems. Met het voorlezen van verhalen op scholen wil NAX benadrukken dat het Stranantong een mooie moedertaal is die behouden moet blijven en verder ontwikkeld moet worden. Van Samson liet de leerlingen verhalen voorlezen en gaf aan wat het belang van een moedertaal is. Traffic is song, de groen weer weer, de angli voor gro, pretty booba voor sri. Nami, piki, piki, apinta, nami, san lufru, so. Wa wiki, krusu krusu, de seki mi. Fu dinamita, pawa fumi, krusu. Wan lusus kong, wai, de ketina peti. Jouw afkomst is de taal waar je meestal ook het best kan uiten. Is de taal waar je meestal ook jouw emoties kenbaar kan maken. Het makkelijkst bij de mensen van jouw eigen groep, omdat ze diezelfde taal ook praten en die woorden makkelijker begrijpen. Want die vier of die twee woorden in die mamatongo waren een hele zin in Nederland. En ik ben blij dat we dat begrepen. Hebben we het allemaal begrepen? Radiopresentator Cedric van Samson. Hij heeft gisteren een voorleesdag gehad op de Graaf van Sinsendorf School in het kader van de Dag der Moedertalen. Deze dag werd voor het eerst gevierd in het jaar 2000.